Ja, voelt het. Ja, ja, geweldig. Ten eerste dat ik nog eens promotie kan doen hier in Vlaanderen. Dat er een film uitkomt. En ook, ik ben best wel dankbaar en trots of zo dat ik dat heb kunnen doen. En dat was toch wel iets speciaals in mijn leven. Ja, ik ben blij dat ik daar promotie kan voor maken. En dan nog ook iets dat volgens mij een verhaal dat recht heeft om verteld te worden. Zeker op dit moment. Het voelde eigenlijk heel goed, ja. Ja, ik kom van de première in Warschau vorige week, waar ik ook wel zo junkets heb gedaan en promotie en dan de film gezien uiteindelijk, want lang op moeten wachten. En dan zit ik nu hier promotie te doen een dag en dan morgen vertrek ik naar Los Angeles voor de Amerikaanse première. En daar ga ik geen promo meer moeten doen, want al de promo is in New York gebeurd. Allemaal door Jessica en... Want in Amerika, who the fuck is Johan Allemer? En dat is goed. Maar ik ga wel naar de première en ik ga er een aantal dagen zijn. En misschien wat mensen ontmoeten en we zullen wel zien wat het is. Ik ga het me in elk geval... En Paula van der Roest gaat er ook zijn, van Tonio. Die heb ik mee gewerkt in september en daar ga ik een pint mee gaan drinken. Ik ga bellen naar Felix, die daar ook zit. Dus ik heb wel goestingen om daar een paar dagen te zijn. En zeker om dat feestje dan toch eens mee te maken. Zo. Want als ik eerlijk gezegd, ik heb nog iets in te halen. Zo. Dat gevoel mij, alleen ik heb iets in te halen. Want de Broken Circle, heel die première, heel die Oscar toestand, daar was ik niet 100% in vorm. En ik heb dat gelijk niet echt bewust meegemaakt. En ik heb nu zoiets van, ja, ik kan nu wel echt een feestje meemaken, hoop ik. Ja. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be. Cinevox.